De maximumsnelheid op de nieuwe Utbergse weg in Nijmegen moet omlaag. Dat vinden bewoners. Volgens hen is het een onveilige oversteekplaats en kunnen omwonenden onveilig hun auto uitrijden. Hiervoor was een wijkplan waar bewoners op konden reageren. Maar uiteindelijk zijn zij naar de gemeenteraad gestapt. Bewoner Frits Hendricks vertelt hoe dit proces tot stand is gekomen en wat het heeft opgeleverd. Er was toen een wijkavond van de gemeente Nijmegen uh, om mijn wijkplan uh, te promoten. Ja, een soort online omgeving om uh, wijkideeën uh, te brengen bij de gemeente. En daar hebben wij ons idee uh, op, die, op die wijkavond... en meteen de dag erop hebben we het uh, op mijn wijkplan gezet. Nou, dat werd uh, meteen in onze wijk Hunderberg uh, um, enorm uh, geliked... Um, en, uh, maar uiteindelijk bleek dan ook wel weer dat mijn wijkplan eigenlijk bedoeld is voor een bankje of een extra drempeltje. Uh, en niet voor zoiets toch redelijk complex. Yes. Uh, dus daarom duurde het, ook al een, duurde het ook al een tijdje. We waren natuurlijk heel erg blij dat, dat niemand zei, wat een onzin, uh, hè, ga weg met deze nimby klachten Zo van, uh, ja, een weg Not naast in je my backyard. Hey, ja. hey, Zo'n weg naast je, ja, die moet natuurlijk minder, minder hard, et cetera. Nee, ze, zei, ze konden zich allemaal wel voorstellen. Uh, hoewel de een dat wat explicieter zei dan, uh, dan de ander. Uh, maar ze zeiden ook meteen, uh, het is een provinciale weg. En dat klopt. Um, dus je moet vooral bij de provincie zijn. Um, ja, het is een provinciale weg, maar het is ook een gemeentekomgrens. Uh, dus het zou juist in overleg moeten. Hè. Dus we komen bij de gemeente om aan hen te vragen... Van, vinden jullie het een goed idee om die komgrens te verleggen? Nou, ze zeggen wel ongeveer ja. En dan zouden we graag samen met uh, de gemeente naar de provincie willen om te zeggen vinden jullie dat op jullie weg ook een goed idee. Dus we wilden eigenlijk een soort bondgenootschap hebben en dat kwam er niet helemaal uit, hoewel we denk ik nu het beste van twee werelden hebben. Dus de PvdA heeft gezegd van, nou wij moeten hier in Nijmegen het erover hebben, wij moeten hier in Nijmegen een standpunt uh, vormen. Uh, nou dat, dat was eigenlijk wat we wilden. En de VVD heeft tegen ons gezegd, zowel in de, in de raadzaal zelf als uh, nog op de gang, zoals dat bij veel gesprekken gaat, ja. um, zoals op de gang hebben ze gezegd van wij gaan samen met jullie naar uh, de provincie, hè, dus een VVD-gedeputeerde gaat over uh, mobiliteit, ja. en uh, we gaan daar naar de ambtenaren toe om uh, samen met jullie het te bespreken.